traditionele, die linkse partijen, altijd zeggen ze dat ze zo inzitten met het lot van, van minderheden, religieuze minderheden ook. Maar zij zorgen nu voor een enorme bedreiging voor ja. die Joodse gemeenschap door het importeren van de islam, van de jihad. En de Joodse gemeenschap bij ons is echt bang vandaag. En die Joodse wijken, Joodse instellingen, ja, die zijn van oudsher al... Helaas zwaar bewaakt. Ja. Helaas, ik zeg helaas omdat ergens dat het nodig is, maar vandaag is die bewaking en die beveiliging zelfs nog opgevoerd. Um, dus ja, ook in die zin, wij zijn nu diegenen die het opnemen voor uh, de vrijheid en de veiligheid, want dat gaat hand in hand natuurlijk. Ja. Vrijheid en veiligheid van minderheden, zoals de joodse gemeenschap, die nu nogmaals die zich zeer bedreigd voelt. En uh, ja, ik zie dat zeer somber tegemoet voor de toekomst eerlijk ja. gezegd. Vond je het een leuke video en wil je het hele interview zien? Klik dan nu op de link.